vond dat het een heel mooi inkijkje gaf in haar leven, in haar drijfveren. En haar drijfveren ja, die ze vanuit haar jeugd meeneemt in haar dagelijks werk van nu als wethouder van onderwijs in Amsterdam. En wat daar mooi aan is, is dat zij haar drijfveren heeft omgezet in haar ambities. En die ambities zie ik iedere dag. Want ja, eigenlijk door mijn werk als bestuurder van in het primair onderwijs heb ik dagelijks te maken met haar ambities. En ja, ik zie dat en ik zie ook de resultaten daarvan. Dus dat is heel mooi dat ze haar drijfveren echt weet te vertalen in haar ambities. Mensen zouden dit boek moeten lezen omdat het een inkijkje geeft in haar jeugd. In een stukje historisch perspectief vanuit het PvdA. Maar ook... ja, wat haar, zoals de ondertitel zegt, een pleidooi voor een kansrijk leven. Ik denk dat zij dat in dat boek heel duidelijk maakt. Waarom we daar iedere dag met elkaar voor zouden moeten strijden. Een kansrijk leven voor iedereen. En wat ik ook echt heel mooi en inspirerend vind in het boek, is dat zij soms verwonderd is dat zij wordt uitgenodigd aan gesprekstafels waarvan zij denkt, ja, dat hoor ik helemaal niet. Terwijl ze echt wat in te brengen heeft. Dus dat, ja, dat vind ik echt heel mooi dat ze die verwondering ook deelt met ons als lezer. En daar ook een reflectie op heeft van hey, waarom hoor ik daar eigenlijk bij? En waarom word ik daar eigenlijk uitgenodigd? Maar dat heeft te maken met het feit dat ze echt iets te vertellen heeft.